Spreuke 28 vers 16. As die Heer sy verstand kort kom, is daar baie verdrukking. Wie uitbuiting haat, lewe lank. Alle verhoudings het een of ander magsbasis. Dit kan een formele verhouding wees, soos die van een regering wat teenoor een volk regeer, wat ingestem is. Dit kan een informele verhouding wees, met andere woorde, het is net een vriendskapsverhouding, of dit kan iets wees als een huweliksverhouding. Wanneer die mag in een verhouding gebalanceerd is, dan beteken dit dat al die partijen in die verhouding weet precies wat hulle plek is, weet wat hulle verantwoordelikhede is, en oefen dit dan daarteen volgens uit, en allemaal is gelukkig. Dit gebeur echter dat partijkeer doelbewus en partijkeer door middel van een verandering van omstandighede die machtsbalans in een verhouding skuif. Mag word daarin geken om iemand anders sy gedrag te kan beheer. Met andere woorde, ek vraag vir jou om vir my klein pakkie te gaan optel en dit net gauw vir my te bring. Dit is nie baie moeite vir jou nie, want het is op jou pad en dan sê jy vir my nee. Met andere woorde, ek het nie die mag om jou gedrag te kan verander of te kan beïnvloed nie. Of jy vraag vir my om vir jou pakkie te bring en sommer na die ander dorp toe te ry en daar te gaan aflei en na een ander pakkie te bring en dit dan vir jou te bring, en dan sê ek vir jou in gelijke omstandighede, ja, ek sal dit met graag te doen. Hoekom? Want jy het mag om my gedrag te kan beïnvloed. En die rede is, ek stel meer belang in die verhouding met jou as wat jy belang stel in die verhouding met my. Daarom is die beginsel van mag altyd hierdie een wat sê, die een met die minste belangstelling het die meeste mag. Dit is nou so, dat omdat mense in 'n verhouding betree, hulle 'n idee kry van, maar weet jy, ek het 'n mate van mag. En dan kan alle persone nie hierdie mag wat ander mense hulle goedgunstig gee met hulle karakter evenaar nie. Dan het hulle negatiewe maniere om mag te probeer versamel. Een van die bekendste of meest algemeenste negatieve maniere is om jezelf te kan onttrek of om te dreig om te onttrek. Met andere woorde, ek is deel van een groep of ek is in een of ander verhouding met jou, maak jy saak wat die aard van die verhouding is nie. En as dinge nie gaan soos ek daarvan hou nie, en as ek nie my invloed kan laat geld laat het gebeur soos ek daarvan hou nie, dan speel ek altyd die kaart, maar weet jy wat, dan gaan ek my onttrek, want wat gebeur nou? Nou skuif ek bykie die minste belangstelling na my kant toe, en as die minste belangstelling na my kant toe kom, dan kom jy en dan gee jy in. Hoekom? Net so dat die verhouding in stand bly, want het is mos nou nie die moeite werd om oor koekies of om oor 'n pakkie of om oor hierdie kleinigheid waarvan jy dreig om jouself te onttrek, die verhouding prys te gee nie. En mens doen het miskien een keer, maar dit word 'n manier van optrede waar almal later weet, maar as dit nie gaan soos ek wil nie, dan gaan ek myself daaraan onttrek. Dit is 'n negatiewe manier om mag te versamel. 'N ander negatiewe manier wat in ons kultuur baie sterk na vore kom, is sarkasme met minagting daarachter. In die sterk afwysing van geweld in ons kultuur is daar 'n groei in terme van sarkasme en minagting wat verbaal uitgedruk word. Minagting dui juist daarop dat ek nie die respek vir jou het om jou die mag in die verhouding waar ons is te gun en dan onttrek ek my daaraan en wys ek vir jou, ek gee nie vir jou om nie en so versamel ek op hierdie manier vir my negatiewe mag, want ten spyte daarvan bly jy nog in die verhouding. En sarkasme is maar net een van die maniere waarop ons ons minagting wys. Leens, ontrou, geweld. Solank ek my minagting vir jou wys en jy bly, versamel ek op hierdie manier vir my mag. Dit is die moeite werd om net 'n bietjie aandag aan geweld te gee en baie keer wonder 'n mens van waarom mense in 'n verhouding bly wat 'n gewelddadige basis het. En nou praat ons net van interpersoonlike verhoudings nie. Ons kom baie keer agter dat baie kulture geweld gebruik doodgewoon om alle mense se gedrag te beheer en doodgewoon om die mense onderhoorig te hou. En in
is het zo dat daar die mensheid later net doodgewoon te min mag om daar die verhouding te kan verbreek. Een ander negatieve manier is ultimatums. Wanneer mens vir iemand voor een vals keuse stel van of dit of dat, of dit of dat. Wat je eindelijk doen is, je geeft aan een negatieve persoon die uitkomst wat gaan gebeuren. Want dit is het directe gevolg van het ultimatum wat jij gesteld hebt. Je moet altijd en voortdurend aan jezelf denken als die positieve persoon in die verhouding, die persoon wat de positieve dynamica begint, die persoon wat positieve uitkomsten zoekt. Waarom dan zou jij die ultimatum stel om je macht te vestigen? Die uitkomst van die zaak in een negatieve persoon zijn handen zit. Dit is doodgewoon dom. En dan kom je achter, as in verhoudings in het werk op alle vlakken so, is daar twee aspecten wat gebeur. En dit is een persoon wat mag versamel, vergoed die ander persoon persoonlijke groei. Met andere woorde, die ander persoon sy potentiaal moet nie ontwikkel nie. Die ander persoon moet niet gaan verder studeren, die andere persoon moet niet een stokperkje beginnen, die andere persoon moet niet iets gaan doen wat goed is, niet hoekom, want dan wordt die machtsbalans weer hersteld en dan wordt hierdie persoon weer onzeker en vindt hulle ander meer negatieve manieren om in een meer machtspositie binnen die verhouding te kunnen staan. Of hulle vergoed die persoon om een gezonde ondersteuningsnetwerk te hebben. Je mag niet kerk toe gaan, je mag niet naar die groepie vrienden toe gaan, je mag niet daar samen zitten om te gaan koffie drinken, je wordt als het ware geïsoleerd, dat jij niet in een zekere bepaalde omgeving moet leven en blij en werk. Hoekom? Want de ondersteuningsstructuur geeft je keuzes, de ondersteuningsstructuur helpt je om je potentieel te ontwikkelen, de ondersteuningsstructuur maak dat jij niet zo makkelijk manipuleerbaar is. En daarom, indien een persoon op een negatieve manier van macht versamel in een verhouding, dan wil hulle nie hee dat die andere persoon moet persoonlijk groeien, wil hulle nie hee die andere persoon moet in een positief ondersteuningsnetwerk betrokken wees nie. Dit gebeurt van tijd tot tijd, dat vanweer verskil van omstandighede, daar meer macht naar jou kant toe. Dit gebeur. Jy kry salarisverhoging of die omstandighede verander en ewenskielik het jy meer mag. Die antwoord wanneer jy agterkom jy meer mag het, is nie om te kyk of jy mag jy kan versamel nie. Is nie om te kyk hoe jy dit kan uitdruk nie. Die antwoord is om jy mag te abdikeer. Dit beteken, dan buit jy die mense met wie in verhoudings is nie uit omdat jy en mag is nie, dan bemachtig jy hulle, verhoog jy jou belangstelling in hulle, dat hulle sal groei, hulle sy potentiaal ontwikkel sal word, en hulle gelukkig sal wees, en op daardie manier vorm jy een verhouding, wat eeuwigdurend is. Amen.